Maurice Stijn is echt heel veel, maar geen people manager. Laten we nog even teruggaan naar Akpom, die natuurlijk zei dat dit eigenlijk... John van Schip gaat menselijker met hem om. Maurice Stijn is de afgelopen jaren in Nederland, heeft hij zich geprofileerd als people manager. Toen hij bij Ajax kwam, toen hoorde je ook overal van Ajax heeft een echte people manager aangesteld. Als je verhalen hoort van spelers waar hij mee in het verleden heeft gewerkt, die zeggen van Maurice Stijn is echt heel veel, maar geen people manager. Gewoon, spelers hebben 2-3 seizoenen onder hem gewerkt, 1 persoonlijk gesprek gehad. Ik vind het altijd wel mooi als spelers zich op die manier uitspreken en zeggen dat, nou ja, dat hij erbij gebaat is dat een trainer persoonlijke aandacht voor hem heeft. En ik denk wel gewoon dat Ajax, en ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat niet doen, gewoon dat proces van hoe vangen wij spelers op uit het buitenland en hoe gaan we daarmee om, continu onder de loep neemt en ververst.